Goed nieuws voor de minder schreeuwers. Nederland was deze week 1 Marokkaan alvast minder. De jonge honden van BNN University besloten afgelopen week gehoor te geven aan de wens van Wilders. Namelijk minder Marokkanen in het land. Daarom pakte de nieuwe Nederlander Nassim zijn spullen en nam hij afscheid van ons zogenaamd gastvrije Nederland. We gaan nu naar Marokko toe. Omdat ze zeggen dat we niet meer gewend zijn. Omdat ze ons niet meer willen. De video wordt snel door de landelijke media opgepikt en op het web zijn de reacties heftig. Hij staat hier naast me. Nassim, nog niet naar je tante in Marokko? Nog niet. Nog niet. Ga je überhaupt? Als het moet. Hangt een beetje van vandaag af. Ja. Wat verbaast jou nou het meest? Het ging heel Nederland, België rond, kranten, alles. En er is heel veel liefde en emotie rondgegaan en het is heel goed opgepakt. Dus dat verbaast me wel echt. Goed gevoel? Zeker weten. Ja. Hey, dat was in Amsterdam. Beetje een D66-bolwerk. Vrij correct allemaal. Nu zijn we Den Haag. PVV doet het hier aardig. Ze zijn populair hier, heb ik gehoord. Tja, Den Haag. Daar hebben de PVV-lovers liever een onsje mokro minder. Dus ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Ja, dus nou is de vraag. Wat zeggen de mensen bijvoorbeeld hier als jij zegt ik ga terug naar Marokko? Nou, Tim, laten we het uitproberen. Nou, je koffertje staat in ieder geval klaar. Klopt. Ik wil eigenlijk een soort van afscheid nemen van de Nederlandse bevolking, omdat ik nu richting Marokko ga. Fijne dag verder. Ja, zelf de reuk, want voor mij hoef je niet weg hoor. We zijn niet echt meer gewenst hier in Nederland, blijkbaar. Nou, door Wilders, maar door ons wel. Ja? Onze beste vrienden zijn Marokkaan. Dus ja, daarom. Hij is wel goed hoor, deze gast. Gewenst zijn? Ja. Slaat dat maar op. Heb je wel een toekomst daar dan? Ik hoop het. Zien we dan wel. Eén ding, het is daar wel lekker warm. Ben je serieus? Nou, man. Doe normaal, man. Blijf gewoon hier, joh. Nou, voor mij had je mogen blijven, hoor. Ja, voor mij ook. Als Nassim tussen een groep PVV-stemmers komt te staan, slaat de stemming om. Waarom heb jij PVV gestemd? Waarom ik PVV heb gestemd? Ja? Nou ja, om bepaalde redenen. Nee, we hebben de Marokkaan meegenomen. Die zei van, nou, ik ga terug naar mijn eigen land, want ja, ik voel me niet gewenst. Vind je daarvan? Oh, ga echt naar eigen land? Nou, ja. Als de rest ook zijn, heel relaxed. En die ze in je buurt hebben dan? Marokkanen? Ja. Je kunt niet eens je tv aan laten staan op huis weg. Is dat zo? Natuurlijk. Ja? Ik hoef ze niet. Je hebt echt, in alle bevolking heb je natuurlijk een paar rottaaien in zitten. Ja. Bij die bevolking is het gewoon niet hoger. Toen mijn ouders op de bank zaten en dat zagen van Geert Wilders, begonnen ze gewoon te janken omdat het ze pijn deed. Kan je dat begrijpen? Hij zegt, ik ga terug naar mijn eigen land. Kan je hem dan in zijn ogen kijken en zeggen, ja, donder maar op, terug naar je eigen land? Dat is eigenlijk wel wat je net zei, maar zeg het dan eens in zijn gezicht. Want het is, dat is... Ja, als hij naar zijn eigen land gaat, dan vind ik het een goed idee van hem. Ja. Gewoon Marokkanen weg en iedereen vindt het relaxed. Waarom? Als je op een verzoek kijkt, zie je gelijk alleen maar Marokkanen. Nou, laten we gewoon eerlijk en open gooien. Wie heeft liever dat hij terug gaat naar zijn eigen land? Ik zeg het zijn eigen land. 1, 2, 3. Hoe voel jij je nu, grote vriend? Ja, minder liefdevol dan eerst. Ik voel me... ik kan er geen woord voor vinden. Van binnen ben ik aan het janken. Ja. Van binnen heb ik echt zoiets van... Wauw. Puur ook om het feit dat ze gewoon echt recht in mijn gezicht zeiden van, ja. Ga maar terug naar Marokko. Precies. Ben je eigenlijk een Marokkaan? Ik ben geen Marokkaan en dat is het grappige eraan. Ja, maar ik kan me voorstellen, misschien voelde je wel heel even Marokkaan net. Ja, net wel. Net voelde ik me echt 100% Marokkaan en deed echt 100% pijn.